De minister van Sport en Jeugdzaken, Joan Degoyo, heeft vandaag samen met leerlingen van de Christus Koningsschool het platform voor jongerenorganisaties gelanceerd. Dit nieuw forum moet de samenwerking tussen de verschillende jongerenorganisaties in het land bevorderen. De minister heeft dat project symbolisch gelanceerd door het aanplakken van een mini-poster op de Christus Koningsschool. Via dit poster worden jongeren tussen de 16 en 25 jaar opgeroepen een naam, logo en jingle voor het platform te bedenken. Degoyo zegt dat de betrokkenheid van de jeugd door deze samenwerking beter op gang kan komen. We hebben namelijk het Nationaal Jeugdbeleid vanuit het ministerie geëvalueerd. En we zijn dus tot de conclusie gekomen dat met de komst van het Nationaal Jeugdparlement een stukje middenveld vanuit de jongerenbeweging is komen weg te vallen. Door dit zo te doen, een platform te creëren voor andere jongeren, jongerenorganisaties, geloven we dat we de betrokkenheid van jongeren in de uitvoering, specifiek de uitvoering van het beleid, dat we dat kunnen verruimen. Want u weet allemaal, het Nationaal Jeugdinstituut, daar hebben we dat de jongeren inspraak hebben op het beleid. En dat ze zo hun bijdrage leveren aan de totstandkoming van beleid betrekking hebben op jongeren. Maar met dit platform beogen we dat ook in de uitvoering we actief jongeren betrekken om zodoende hun ontwikkeling een betere stroom te kunnen geven. Het jongerenplatform zal een landelijk karakter hebben. Degoyo meent dat jongerenorganisaties van de verschillende districten binnenkort worden opgeroepen voor een gesprek. De rol van de doelgroep in het platform zal zeer bijzonder zijn volgens de bewindsvrouw. Ze moeten meedoen in die zin dat ze gaan ondersteunen de uitvoering van het jeugdbeleid. Het jeugdbeleid is bij verschillende ministeries en in die uitvoering, wanneer we praten bijvoorbeeld over justitie, dat weten we, het is crime, preventie. En dan moeten er ook jongerenorganisaties zijn die hun peers, hun leeftijdsgenoten bewust maken van bijvoorbeeld de gevaren, de uitdagingen voor criminaliteit. Dat zijn de zaken die allemaal binnen dit platform aan de orde zullen komen. Vraagstukken waar jongeren mee kampen en hun betrokkenheid in die uitvoering van dat gedeelte van het beleid. Maar gaandeweg zal dat natuurlijk deze beleidsvisie vanuit het ministerie verder aangescherpt worden en dan zal het begrip daarvoor ook breder zijn. Al dus de minister van Sport en Jeugdzaken, Joan Degoyo. Ze heeft vandaag op de Christus Koningsschool het platform voor jongerenorganisaties gelanceerd.